Hallo allemaal, welkom bij de tweede matchvlog. Vandaag spelen we tegen BC Victoria. Ik heb net mijn single gespeeld, ik heb gewonnen. Het ging zeker lekker. En nu is mijn team aan het spelen. Het staat nu volgens mij 2-2. Ja, dat is voor mij 2-2. En ja, ik hoop dat we wat punten kunnen pakken. Ik moet straks nog mix spelen. En we gaan zien hoe het gaat. Hoi! Hoi rally top! En nou je ademen. En nou je rust nemen. Voor de volgende rally. Vandaag tegen... Ja, volg je me niet. Volg je me niet. Hij was ook vloggen. Ja, ja, ja. Van Bempton vloggen. Ja. Heb je daar gewoon die pijn net over gehad? Ja, het staat er allemaal op hoor. Helemaal. Hier, weet je? Ja, maar ook wat erop stond. Mooi hè? Ja. Ja. Oké, wacht. Ik denk, nu moet ik even stoppen, want ik weet niet waar ik was gebleven. Hoe moet ik beginnen? Hoe moet ik beginnen? Zeg je ook de dag? Nee. Hallo allemaal. Oké, dat is fucking lelijk. Moet ik die filmen? Nee, ik doe het wel zelf, anders is het vlog. Lukt het? We zijn nu klaar met de wedstrijden, we hebben helaas 5-3 verloren. We hebben net de hal opgeruimd. En straks gaan we lekker even wat drinken met het andere team. En ja, daarna ga ik lekker rusten. Volgende week hebben we als het goed is dubbel weekend. Dus ik weet even niet meer of het Amersfoort. En ik weet niet. Amersfoort en... Oh ja, Amersfoort en Duinwijk. Daar moeten we volgend weekend tegen. Dus dan komen er 2 video's denk ik in 1. Dus dan wordt het een iets langere video dan deze video. Vandaag heb ik ook niet echt heel erg veel gevlogd weer. Maar ik ga een extra batterij kopen, want ik had een batterijprobleempje. Maar dat maakt niet uit. Ik ga een extra batterij kopen, dan kan ik veel beter vloggen en dat soort dingen. Dat komt allemaal helemaal goed. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Volgende week dus 2 weekenden wedstrijd. En ja, dubbele vlog inderdaad. Rookie. En iedereen is al weg hier. Dus ja, ik heb nu even mijn camera, man. Ik film niet met de andere camera. Want mijn vlogcamera, zeg maar, die is
Die is leeg. Nu met een broodje. Zoals je kunt zien, ik ben weer thuis en ik heb vandaag hartstikke lekker gespeeld. En ik heb vandaag gewoon mijn eerste partij voor mijn team heb ik gewoon gewonnen. En daar ben ik super blij mee. En helaas kon ik de mix, was hartstikke spannend. Die kon ik helaas net niet winnen. Nou ja, dat was gewoon net nog wel te sterk. Maar ja, het ging niet slecht. En het team heeft hartstikke goed ook gespeeld. En ja, ik ben blij dat ik een puntje heb kunnen halen voor mijn team. En volgende week wordt hartstikke lastig. Volgende week hebben we dubbel weekend. Dus dat wordt dat betekent twee partijen. Weer tegen Amersfoort. En dat wordt tegen Duinwijk. Ja, dat zijn twee hartstikke sterke clubs. Ik hoop dat we toch een paar puntjes kunnen pakken tegen die clubs. En ja, jullie gaan het vast wel zien. Ik ga weer lekker vloggen en ik ga natuurlijk een extra batterij deze week kopen. Zodat ik volgende week, dan kan ik gewoon alles met deze camera. Want normaal heb ik een andere camera mee en daar analyseer ik mijn eigen wedstrijden. Dus dan neem ik gewoon de hele wedstrijd op. En dan na de wedstrijd, ik heb net zelf nog bekeken. Gewoon wat dingen die verbeterd moeten en ja, wat ik goed heb gedaan ook natuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Dus ja, ik heb twee camera's en die andere is gewoon iets minder kwaliteit, maar gewoon wel goed beeld dat je alles kan zien en die zet ik dan gewoon ergens neer. Maar ja, dus ik volgende keer dan heb ik gewoon alles doe ik dan met deze camera voor in de video, want dit is toch wel iets betere kwaliteit. En ja, volgende week spannend, of na spannend, wordt zwaar, we gaan het zien. En ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden deze video. Zoals je kunt zien hieronder, of wacht, hieronder heb ik een nieuw logotje. Daar staat TRW. TRW dat staat voor mijn hele naam. Dat is Thomas Rudy William. Dat staat ook op mijn paspoort. Dus ja, en daarvoor staat TRW en dat wordt mijn nieuwe logo. Ik ben bezig met een intro en ik wil een hele mooie intro maken. En ja, jullie gaan het vast wel zien. Dus ja, ik ben hartstikke druk bezig met YouTube op dit moment. En ik vind het hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het ook heel leuk vinden. En laat het zien door een duimpje omhoog te doen. Of te subscriben. Of deel het met vrienden. Ik wil echt zeker hiermee doorgaan. Dus ja, volgende week meer. En ik ga hierbij even afsluiten. See ya.